Het was gewoon heel abrupt, in ieder geval voor ons. We waren eigenlijk gewoon het eerste domino-steentje, zou ik maar zeggen, wat viel. Toen zijn we nieuwe initiatieven gaan bedenken. Hoe is het? Dat is meteen een hele moeilijke vraag. Het was in het verleden een woord, goed. Maar nu denk ik, gaat het goed? Of ik zou er nu eigenlijk een heel lang antwoord op kunnen geven. Dus ja. Het gaat oké. Maar geef eens een langer antwoord. Het wisselt eigenlijk per week. Niet de situatie helaas, maar wel hoe wij erin zitten en hoe ik erin zit. Mm-hmm. Misschien nog even goed 1 seconde terug. De buurboer levert bedrijfslunches aan bedrijven, dat we doen. Wat we deden eigenlijk, vanaf ongeveer 15, 17 maart, is eigenlijk iedereen gaan thuiswerken. Dus toen, vanaf dat moment is eigenlijk onze hele omzet weggevallen. Ja, dus helemaal. Prachtig voor ons. Helemaal. Helemaal. Ja, we hadden wel ook rekening gehouden met vooral corporates dicht zouden gaan en de wat grotere bedrijven. Maar we dachten zelf dat het MKB nog wel naar kantoor zou blijven gaan. Mm-hmm. Ook veel kleine bedrijven hebben ook tussen de 10 en 50 werknemers. Mm-hmm. Maar de telefoon is non-stop gegaan en ze hebben eigenlijk allemaal gepauzeerd. En dus dat was gewoon heel heftig, omdat je wel met 40 man bent en veel overheidskosten hebt. Want hoeveel bestellingen deden jullie zo'n beetje op een dag? Op een dag deden we voor 6.000 personen leverden we de lunch. En dat dan 5 dagen per week. Dus dat was gewoon wel echt een hele logistieke totaal, zeg maar. Waar ook gewoon iedereen heel druk mee bezig was. Dus met 40 man. Ja. En het is gewoon heel bizar dat je dan in één keer van de ene op de andere dag dat eigenlijk gewoon wegvalt. Dat er ook niet een aanloop is. Want zeg maar, de week voordat het gebeurde hadden we zelfs onze beste week ooit. Omdat we gewoon door bleven groeien. Dat doen we nu 10 jaar. Dus het was gewoon heel abrupt, in ieder geval voor ons. Want even voor mijn begrip, die klant of jullie, die hebben een abonnement of zo? Klopt, die hebben een abonnement, ja. En dat loopt dat per maand of per jaar of per, hoe werkt dat? Nou ja, officieel is het gewoon een abonnement met een maand opzegtermijn. Ja. Maar omdat iedereen natuurlijk nu thuis aan het werken was, hebben we niet gezegd, je moet nu blijven afnemen. Mm-hmm. De mensen die afzeiden, die hebben wel zeg maar een deadline, dat is tot donderdagochtend. En iedereen zei af na de conferentie van Rutte op donderdagmiddag 12 maart. Dat staat nog helemaal scherp in het geheugen. Dus je merkte wel dat, dus die eerste week hebben we nog wel opgeleverd. En dat zij het zelf gingen onderverdelen aan de collega's of dat ze de factuur betaalden. Ja. En daarna was het helemaal weg. En daar sta je dan. Wat zeg je? Ik zeg, en daar sta je dan. Daar sta je dan, ja. En dan, wat gebeurt er dan? Want bij mij is hetzelfde verhaal natuurlijk. Hè? Nou heb ik geen 40 man, zeg je, personeel? Ja. Ja, nou die heb ik dan gelukkig niet. Maar wel het feit dat je echt in, ik werd er bijna letterlijk duizelig van, dat je echt in 2 dagen of zo, denk ik, gewoon woesh, gewoon je hele omzet. Wat doet dat met jou dan? Wat deed je, wat gebeurde er toen? Ik moet zeggen, het was voor mij ook nog, het was heel raar, want ik zou ook die donderdag, dus dat die persconferentie plaatsvond, zou ik gaan skiën. Dus ik had gewoon 's ochtends letterlijk mijn koffer klaarstaan en ik zou 's ochtends om 7 uur in de taxi springen. En we hebben het eigenlijk die ochtend hebben we het gecanceld, omdat dus ook Amerika de grens had dichtgegooid. Dus ik zat helemaal in een vakantievibe, maar wel al dat ik een onrustig gevoel over had, want het zat dan al natuurlijk wel aan te komen, hing in de lucht. Dus ik had dacht, kan ik nou gaan of niet? Dus, maar het was gewoon zo'n heftige overgang dat je vanuit een vakantiemodus, ik zou ook echt 10 dagen gaan, naar een enorme crisis. Nou ja, change of scene, zou ik maar zeggen. Dus wat er toen gebeurde, we waren gewoon in het begin gewoon alleen maar heel erg druk met alle klanten opvangen. Ik ben gewoon letterlijk mee gaan bellen, wat ik al heel lang niet meer heb gedaan. Mails gaan sturen en gewoon vol erin, om gewoon iedereen te woord te kunnen staan en ook te bepalen wat wordt dan. Mogen mensen dan per direct opzeggen of hoe gaat het dan? Want eigenlijk heb je opzegtermijn, wat vinden we daarvan? Ja. Dus heel praktisch, heel operationeel. En toen de week daarna zijn we eigenlijk gewoon heel veel met de managers zeg maar, bij elkaar gezitten. En om gewoon scenario's te gaan bepalen van oké, wat voor manier kunnen we hier nog eigenlijk wel controle op krijgen. Dat is misschien wel wat het beste beschrijft wat ik wilde. En waar ik voelde enorme haast. Ik zat ook helemaal heel hoog in mijn adem letterlijk. Zeg maar ik had een onwijze tijdgebrek en dat ik gewoon het liefst gewoon 24 uur door wilde werken. En wat ik ook wel grappig vond, ik ken natuurlijk meerdere ondernemers en wij waren eigenlijk gewoon het eerste domino steentje, zou ik maar zeggen, wat viel. Dus de overheid zegt van we gaan thuiswerken adviseren, dus je kan eigenlijk niet meer naar kantoor. En het heeft natuurlijk op alle ondernemers heeft ongeveer dit impact, deze crisis, maar bij ons was het gewoon meteen vol 100% het wegvallen van. En we zijn dus ook meteen gaan kijken naar wat we konden doen, dus werktijdverkorting aangevraagd met ons personeel dat gecommuniceerd.
En zelfs zo snel dat tegen de tijd dat we dat gecommuniceerd hadden en dat gingen invoeren, kwam de NOW-maatregeling, die dus eigenlijk een heel andere, andere scenario gaf. Namelijk juist wel door blijven werken, dus kijken of je nog wel omzet kan genereren. Dus ons hele scenario is toen weer omgedraaid. En toen zijn we gaan kijken, kunnen we dan die nieuwe initiatieven gaan optuigen. En dat heb je gedaan, hè? Ja, dus in het begin was het heel erg in die controle en ook eigenlijk de schade beperken. Ja. En eigenlijk wel door die nieuwe, en dat betekent in ons geval, omdat we zoveel personeel hebben, dat eigenlijk gewoon nu relatief weinig kon doen. We konden misschien nog bij elkaar nog een paar dingen bij elkaar sprokkelen, maar als daar 40 mensen heel inefficiënt mee aan het werk zijn, is dat gewoon niet handig. Nee. En dan kan je in die werktijdverkorting kan je dat dus daarmee opvangen. Mm-hmm. Door die NOW-regeling was juist dat we dus wel weer omzet konden gaan zoeken. Dus toen zijn we nieuwe initiatieven gaan bedenken. Nou, eerst was het eigenlijk een hele voor de hand liggende, was dat we de mensen aan huis lunch gingen leveren. En die werden dan betaald door de werkgevers. En we zagen dat ook particulieren dat heel erg gingen doen. Dus onze doelgroep was gewoon onze eigen klanten, die eigenlijk als gebaar hun klanten thuis iets wilden bezorgen. Maar we merkten dat er dus heel veel bestellingen werden gedaan, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar tenminste niet de intentie was, door consumenten zelf. Ja, ja. Die zaten ook thuis met het gezin in één keer 5 dagen in de week of 7 dagen in de week met elkaar te lunchen. En het ook echt als een rustmoment in de werkdag met de chaos, met homeschooling en zo. Even met elkaar echt goed genieten van lekker eten. Dus een nieuwe markt eigenlijk? Ja, echt een nieuwe markt. Dat is wel heel grappig. Alleen distributie technisch wel iets meer micro dan, zeg maar. Ja, nu bedoel ik meer dat de drop kleiner is per bestelling, ja. Maar op zich, we met dezelfde partner waar we normaal mee reden, deden dit nu ook. En dat rekende gewoon rond. Dus dat betaalde gewoon dezelfde bezorgkosten. En dat... Ja, oké, dus dat kan gewoon uit. Ja, dat kan gewoon uit, ja. Aha, dus jouw businessmodel is zodanig dat je distributiekosten zijn gewoon per abonnee, zeg maar, gedekt qua kosten. Ja. Hey, de distributiekosten doen we gewoon extern en dat blijven we gewoon doen, zeg maar. Dat doen we gewoon met een partner die voor ons rijdt. Oké, en wat betekent dat? Ik bedoel, van omzet 100 naar even de klap naar omzet 0. En waar zit je nu dan? Nou, we zijn dus na die thuislunch, toen dus de dagen dat ook eigenlijk heel veel consumenten dat gingen doen. Zijn we, en die ook en vervolgens gingen vragen of we ook nog andere producten konden leveren. Bijvoorbeeld ook wijn of ook vlees voor 's avonds, worstjes, pasta, noem maar op. Vooral ook omdat die supermarkten overbezet zijn. En daar kan je geen bezorgmoment meer krijgen. Dus toen hebben we echt de buurtwinkel geïntroduceerd. En de buurtwinkel is eigenlijk het systeem dat we aan de achterkant gebruikten voor de oorspronkelijke lunches. Hebben we nu omgebouwd naar echt een webshop, een consumentenwebshop. Gewoon kunnen shoppen. Van buurtboer naar buurtwinkel? Ja, van buurtboer naar buurtwinkel, ja. Jee joh. En wat betekent dat nu? Dit heet pivoten toch in ondernemersland, hè? Ja, Nou, het betekent sowieso, want dat vind ik wel grappig. Eerst had ik dus behoefte om te controleren. En toen vervolgens ging ik in een soort van high om iets te creëren. Dat ik ook echt mooi vond om ook met het team, want iedereen ging er ook vol in mee. Dat was gewoon een hele lekkere energie. Ja. Wel heel veel ongeduld, want ik zeg nu even snel in 3 zinnen wat het inhoudt. Maar het was een onwijs complexe transitie met onze websitebouwers. En het duurde natuurlijk allemaal langer en het duurde, mijn gevoel, veel te lang. Dus toen zaten we in het creatieproces en dat is nu klaar. En nu zijn we dat aan het laten groeien. Want we zijn nu met die winkel ongeveer 3 weken live. 2-3 weken. En we zien nu, nu is het eigenlijk dus meer even weer berusting. Van oké, dit is de situatie die het is. En het gaat denk ik goed. Maar ik zeg er nu ook, wel als vrienden naar vragen, zeg ik er wel bij. Het gaat goed voor een start-up. En we waren gewoon een hele grote scale-up, zeg maar. Ja. Dus we zijn te groot opgebouwd om... Ja, van deze omzet kunnen we het niet... Dat is te weinig om hiervan te surviven, zou ik maar zeggen. Ik weet nog dat jij een aantal... Nou, ik weet niet precies wanneer het was, waar op CVD-TV was. En toen was jij toch wel heel duidelijk van de overtuiging... ondernemers moeten meer lef hebben om stappen te zetten om te groeien. En dat betekent ook gewoon mensen aannemen en gewoon een organisatie optuigen. Ja. Heb je momenten van spijt gekend de laatste weken? Of staat dat nog steeds overeind voor je? Nee, maar ik heb daarin, volgens mij is dat ook ondernemer eigen, maar ik heb eigenlijk nooit spijt. Dus dat gevoel heb ik gewoon niet eigenlijk. Maar als je dat eens nu vraagt, had ik het dat dan niet moeten doen? Dan zou ik nog steeds daar dan nee op zeggen. Want ik geloof er nog steeds in dat groeiscenario. Dat er nu zo'n enorm bizar scenario is plaatsgevonden dat in één keer van de een op de andere dag je omzet wegvalt. Mm. Ja, dat kan je eigenlijk niet voorzien. En om die reden dus klein te blijven, omdat er eventueel een pan-epidemie kan ontstaan, dat is wel een hele behouden manier van... Yeah.
En ik heb volgens mij toen ook gezegd, daar geloof ik echt in, dat als je niet groeit, dat je dan dus langzaam eigenlijk krimpt, omdat je concurrenten dan gaan groeien. Klopt. En dat je heen blijft zich ontwikkelen. En dat zou dan bij ons ook het geval zijn. Dus ik geloof er nog steeds in. En het risico van het verlies aan focus, dat je nu door de omstandigheden met zo'n buurtwinkelconcept komt, voor je het weet verkoop je playpapier, zeg maar, om maar iets te noemen. Is dat een risico dat je te breed gaat of dat je je core, uiteindelijk je originele plan uit het oog verliest? Ja, nee, dat is een heel erg een groot risico, want ik zie ook, omdat iedereen houdt dus ook heel erg van het creëren van iets, bij ons in ieder geval. Ook ondernemers zijn. Maar wat tevoren zagen we natuurlijk al in onze financials, van dit gaat nooit, als je hier voorheen dus 30.000 lunches per week levert, daar kan nooit zo'n webshop in een relatief korte tijd bij in de buurt komen überhaupt. Terwijl juist het nieuws opzetten vraagt van zoveel aandacht en consumentenbusiness nog meer. B2B is gewoon wat dat betreft een hele gefocuste business ook. Ja. We hebben dus ook heel erg daarmee in het begin mee gestoeid. En dus ook wel echt ook met elkaar over gehad. Van alleen maar die personen mogen hiermee bezighouden. En de rest juist niet. Want anders gaan we met z'n allen met eigenlijk best wel een klein concept bezighouden. Hmm. Het zal zeker, hoop ik, groter worden. Mm-hmm. Of groter worden. Maar we moeten ons juist ook blijven focussen op wat onze core business is. Die lunches aan bedrijven leveren. En hoe kunnen we nog steeds dat we er klaar voor zijn als het wel weer kan. Maar ook in de tussentijd al wel een oplossing bieden voor hun behoeften. Het kan zijn zo'n thuislunch, maar het kan dus ook iets anders zijn. Ja, hey, en staat jouw bedrijf er nu, hoe staat het er nu voor als het gaat om gewoon finance? Red je het of lekt er heel veel geld? Moet je mensen eruit doen? Hoe sta je ervoor? We staan er nu cash-wise goed voor, maar dat komt ook omdat we financiering van de bank hebben gekregen. Dus dat zijn we ook eigenlijk de eerste week meteen gaan doen. Nou, die NOW-maatregelen is natuurlijk gewoon echt super fijn. Daar ben ik echt heel dankbaar voor dat de overheid dat aanbiedt. Okay. Maar tegelijkertijd, we hebben 3 kantoren en we hebben gewoon meer kosten dan alleen personeel. En allemaal andere overheidskosten nog. Dus het compenseert bij lange na niet wat we nu aan kosten hebben. Dus we maken gewoon nu echt wel flink verlies. En daar zijn we nu, zijn dus nu heel erg aan het kijken van, kunnen we bijvoorbeeld onder onze kantoren uit? Kunnen we naar goedkopere opties toe? We hebben ook helaas ook al 0-urencontracten die we niet meer kunnen roepen. En dus ook daar eigenlijk afstand van hebben moeten nemen. Ja. Dus het is niet dat zou ik heel fijn vinden om te kunnen zeggen van dat we hiermee gewoon de hele situatie hebben opgevangen. Maar dat is helaas niet het geval. Nee. Heb je al een moment van rust gekend sinds dat het allemaal is losgebroken? Ja, nee, wel ook omdat het toch weer went. Ja, volgens mij is dat bij elke crisis zo. Maar dat in ieder geval bij mij merk ik wel dat in het begin ben ik er helemaal door overdonderd, zou ik maar zeggen. En ook dat ik ook merk dat ik daardoor slechter sliep en zo. Mm-hmm. Maar ik ben ook al vanaf het begin heel erg bewust bezig geweest dat ik die rust dus wel ook echt moet creëren. Dus ik wandel bijvoorbeeld heel veel. Eigenlijk in de ochtend pak ik heel erg het ochtendmoment echt als een rustmoment. Want daarna helemaal losbarst qua mails, maar ook werktechnisch en ook qua hoofd. Dat het volgens gaat raten. Ja, ja. Nee, en ook in de weekenden pak ik heel erg bewust mijn rust. Nee, ik ben wel echt, omdat ik denk dat dit nog echt lang gaat duren. Dat ik het wel als een soort marathon zie. Dat ik denk, daar moet ik gewoon voor zorgen dat ik daar heel erg goed op let. Dat ik ook daar dat tempo mee kan blijven lopen. Ja, precies. En dus niet zozeer van dat ik bang ben dat ik ziek ga worden of zo. Maar meer dat ik ook juist heel productief wil zijn. En dat gaat denk ik niet goed als ik hierin te gestrest ga zijn. Dus dus natuurlijk, het blijft me raken, maar ik kan ook zeker die rust pakken. En dat thuiswerken helpt daar ook in mee. Dat ik in een bosrijke omgeving woon, zodat ik ook wel echt veel, veel buiten ben. Ja, dat is fijn. Als we eens kijken naar de toekomst, hoe ver durf je vooruit te kijken? Het wordt allemaal weer wat opener. Dus ik denk dat we de komende maanden grote veranderingen gaan zien, is mijn overtuiging in ieder geval. Wat betekent dat voor buurtboer/buurtwinkel? Maak jij scenario's, plannen? Wel scenario's. Maar wel ook elke keer dat ik daar wel weer heel veel kanttekeningen bij maak. Dat we het gewoon niet weten. Ik vind het heel moeilijk dat we in deze situatie en afhankelijk zijn van het virus zelf. Wat gewoon helemaal nieuw is. En van de overheid. Wat hun reactie is op. Terwijl je kan kijken wat andere landen doen. Maar onze overheid heeft toch weer andere ideeën bij. Ja. Daar heb ik heel veel moeite mee, ook, merk ik. Want dat is wel aan onze business. Het is gewoon zo fijn dat het heel erg predictable is. We doen het 10 jaar en we hebben daarin gewoon eigenlijk altijd heel duidelijk gezien zoveel klanten komen per week bezig. We kunnen heel veel met matchers werken. En dat is nu in één keer valt dat eigenlijk helemaal weg. Ja. En
dat maakt het eigenlijk heel moeilijk voorkasten. Wanneer denk je dat men weer bij bedrijven samen gaat? Laat ik het anders stellen, dat is misschien wel de langere termijn spannende vraag. Denk jij dat jouw markt, en jouw markt zie ik dan even als mensen die op een kantoor of bij een bedrijf werkzaam zijn, fysiek, denk jij dat die weer 100% terugkomt? Of denk jij dat, hè, wat wij hier nu ook doen, dat door de opmars nu van online werken en op afstand werken, dat eigenlijk nooit meer 100% terugkomt? Wat denk jij? Ik denk, of ik weet dat het gedrag van mensen gewoon heel moeilijk te veranderen is. Dus daarom twijfel ik, hoor nu iedereen zeggen van het wordt nooit meer het oude. En ik denk dat daarin mensen hardleers zijn. Dus, ik zou denken dat het behoefte worden. En dat het inderdaad nu zoveel voordelen ook biedt. Dat mensen ook kunnen overwegen om bijvoorbeeld meerdere dagen per week wel thuis te werken. Mm-hmm. En ik denk dat in de praktijk toch mensen daar niet snel in veranderen. Misschien wel iets minder, maar 80% wel minimaal. En wanneer denk jij dat dat weer een beetje op gang gaat komen? Of is dat zoiets van, ja, onzin vragen, we zien het wel, kun je er niks van zeggen? Nee, want wij praten gewoon, we bellen met onze klanten, we spreken ze ook veel. En daarvan zijn nu ook al de eerste klanten die al wel op kantoor gaan werken. En wat het rare is natuurlijk wel met zo'n advies, is dat je dus alle bedrijven over één kam scheert eigenlijk. Dus je hebt corporates van 1000 personen en die moeten thuis werken, maar ook de bedrijven die normaal met 50 man zijn en een kantoor hebben waar je ook met 10 man op 1,5 meter makkelijk kan zitten. Ja. En daar zijn wel gewoon veel bedrijven die dat al hebben aangegeven dat ze dat heel kort termijn gaan doen of willen doen. En ook al een paar die dat al doen. Maar dan dus wel echt heel erg met een hele verkleinde groep. Dus dat zien we al wel. Denk je dat je constructief omzet verliest ook door het feit dat bedrijven op de kosten gaan letten en misschien toch de abonnementen gaan stopzetten? Nou, zo, ik denk wel dat er zeker een aantal klanten niet meer terug gaan keren omdat ze het financieel te zwaar hebben of dat ze zelfs failliet gaan. Mm-hmm. Maar als we wel echt veel hebben gesproken, hebben we wel nu daar een indruk van, het zijn er echt wel echt weinig. En ik denk ook alweer dat er ook alweer kansen komen. Dus dat misschien, we hebben ook veel verzamelgebouwen die hele grote kantines hebben, waar wel gewoon bedrijven zitten die in onze doelgroep vallen. Dus tussen de 10 en 200 werknemers. Waar dus ook al klanten van ons zitten. En ik denk dat daar dus misschien ook wel meer klanten gaan komen. Die zeggen, nou, we hoeven misschien niet meer in zo'n hele kantine, hutje, mutje, echt letterlijk aan elkaar zijde te zitten. We willen gewoon liever in ons eigen kantoor, waar we weten dat iedereen zich aan de regels houdt en lunchen. Dus ik denk dat er ook wel weer nieuwe kansen komen. Misschien ook cateraars die niet meer dit gewoon niet overleven. Dat wij daar ook alweer een klantengroep van over kunnen nemen. Of nee, ik geloof ook wel, er zijn altijd wel weer mogelijkheden. Dus ik ben wat dat betreft altijd wel heel optimistisch. Dus, ondernemers eigen. Ja, maar ik denk wel dat het gewoon echt, nee, we hebben wel de komende, zeg maar dit jaar en 2021 zien we wel echt als een, echt wel als crisisjaren. Dat gaat niet heel snel meteen weer in de oude, dat we oude volumes weer hebben. Nee. En die buurtwinkel, is dat een blijvertje of is dat echt een tijdelijk iets waarvan je zegt van oké, daar komen we de hongerwinter mee door, zeg maar, en dat bouwen we later weer af? Ja, nou, ik denk dat het een blijvend iets is, omdat het gewoon heel goed past nu in onze processen. Gewoon het hele werk, wat je daarvoor moet doen, hebben we nu al gedaan. Mm-hmm. Er is er ruimte voor. En nu draait het gewoon. En we hebben nu 100 bestellingen per week en ik hoop dat er gewoon snel een dubbele wordt. Maar hangt er gewoon ook heel erg vanaf. Het zijn een beetje communicerende vaten. Ik denk ook, stel dat toch weer straks een coronapiek gaat komen. Dat weten we dus allemaal niet. Dan gaat het één weer helemaal dicht. Het leven op kantoren. En dan gaat dit juist weer heel erg omhoog. Omdat alle bedrijven, supermarkten, slots weer vol zitten. Hmm. En andersom, als straks al die supermarkten weer al die slots open hebben staan. En de bedrijven trekken weer aan. Dan wordt het misschien weer minder. Maar ik vind het wel fijn dat er gewoon dit twee aanvullende markten zijn. Dus dat voelt eigenlijk heel goed. Hey, tot slot, wat kunnen andere ondernemers van jouw verhaal leren, zeg maar? Ik heb niet nog even een uitsmijt dat ik denk dat ik andere ondernemers nou een heel goed advies kan geven. Het is leuk dat ondernemers, die weten verdomde goed wat ze willen en die zijn zeer inspirerend om naar te luisteren. Maar op het moment dat je ze dan vraagt van, hey, vertel eens, dan doen ze altijd zoiets van, ja, weet ik veel. Is toch allemaal, zo belerend, ik hou daar eigenlijk niet zo. Nou, ik ben wel grappig, vorige week vroeg een ondernemer daar iets van wat ik zelf heb geleerd, zeg maar. En wat ik heb toegepast, wat me verrast. En dat is wel dat ik dus eigenlijk helemaal niet goed ben of daar ook niet heel veel behoefte heb om hulp te vragen. En dat ik dat dus merk dat dat nu helemaal weg is gevallen. Dat ik dat dus ook heel erg doe. En ik vind het ook iets heel moois eigenlijk. Dat ik gewoon merk dat je dat het past nu ook heel erg in deze tijd. Mensen willen heel graag helpen en merkt het bij ons ook. Ja. En ik doe het heel erg. Dus dat,
En het geeft me ook een dubbel energie, want het is enerzijds gewoon heel fijn dat je hulp krijgt en dat het relatief weinig kost dan als het kost of gratis is. En tegelijkertijd krijg je ook weer natuurlijk gewoon daar mooie positieve energie van. Dus ja. Klopt. We zijn enorm karmapunt aan het verdienen met z'n allen. Ja. Ja, vraag om hulp. Want wij vinden het ook fijn. En ik merk dat ik ook heel lekker vind om anderen te helpen. Als het dan toch kan, dan denk ik dat ik wel weer daar een lekker gevoel aan overgehouden en karmapuntje verdiend. Super, Carly. Mag je danken voor dit gesprek en voor het delen van je ervaring. En vooral jou heel veel succes en sterkte wensen de komende periode. Ja, dank. Ja, nou jij natuurlijk ook. Ja, echt elke ondernemer. Ja, gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Hoi. Hoi.